Welkom bij de examentraining over medische beeldvorming. Dit domein wordt ook wel eens ioniserende straling genoemd. Het zou kunnen zijn dat in jouw boek het ioniserende straling heet. Onder in de beschrijving van deze video heb ik de inhoudsopgave staan. Dus ga vooral naar dat deel van de video die je nodig hebt voor jouw voorbereiding. En heb je vragen of opmerkingen, zet ze dan in de comments. In deze examentraining ga ik eerst kort uitleggen wat er getoetst wordt welke verbanden er zijn met andere domeinen. Ik geef een wat langere samenvatting van het onderwerp en uh, een paar tips waar je op moet letten. Dingen die snel misgaan, uh, dus uh, dat, uh, dat kan je punten uh, kosten. Uh, dus als je daar op let, uh, levert dat punten op. We werken met de logaritmen, die heb je nodig in berekeningen hier, dus het is handig om dat even apart te bespreken en dan gaan we vooral veel oefenen. Dus pak alvast je binners erbij en papier, rekenmachine en een pen en dan kun je meedoen met de oefeningen. In dit domein wordt B2 dus getoetst uit de syllabus. Wat de syllabus is, leg ik in de algemene examentraining uit. De eindterm is als volgt. De kandidaat kan eigenschappen van ioniserende straling en de effecten van deze straling op mensen en milieu beschrijven. Ook kan de kandidaat de medische beeldvormingstechnieken beschrijven en analyseren aan de hand van fysische principes en de diagnostische functie van deze beeldvormingstechnieken voor gezondheid toelichten. Nou, dat wordt helemaal uitgewerkt in allerlei specificaties. Lees die zelf een keer door, dat helpt omdat je dan bewust bent wat jij moet kunnen en kennen voor je examen. Welke verbanden zijn er met andere onderwerpen? Ten eerste uh, energie- en wisselwerking. Het gaat hier om. Uh, Stralingsdeeltjes met een bepaalde energie en dus ook snelheid. Uh, dus het is handig dat je weet hoe kinetische energie en snelheid uh, werken. Een heel klein beetje uh, D2, uh, sorry, d1, elektrische systemen, namelijk het uh, elementair ladingskwantum, dat moet je kunnen vinden en daarmee kunnen werken. En je moet wel regelmatig energie in elektronvolt naar joule omrekenen en andersom. En dat wordt uh, uitgebreid verteld in uh, elektrische en magnetische velden. En dan tot slot E2, elektromagnetische straling en materie. Daar gaat het over het elektromagnetisch spectrum en fotonen en de energie van fotonen. Dat heb je hier ook nodig. Nou, ioniserende straling is alle straling die het vermogen heeft om een elektron uit een atoom of molecuul te stoten. En als dat in je lichaam gebeurt, dan levert dat schade op. Je DNA kan beschadigd raken, cellen kunnen kapot gaan. Dus dat, dat heeft een gezondheidseffect. Um, en dat wordt meestal uitgedrukt door, met een, een dosis. En in Binas kun je allerlei uh, gezondheidseffecten van straling vinden in Binas tabel 27d. Overigens staat hier gezondheidseffecten effecten van radioactieve straling, maar dat moet natuurlijk zijn ioniserende straling. Uh, dosis is de hoeveelheid stralingsenergie die je absorbeert uh, gedeeld door de massa weefsel die die straling absorbeert. Er is geen formule. In binas voor geabsorbeerde stralingsenergie, dat zul je zelf uit de context moeten kunnen bedenken. En ik geef later in de oefeningen een voorbeeld. Uh, dus probeer gewoon vooral logisch na te denken. Ga niet uh, uh, heel veel tijd besteden aan het zoeken naar een formule die er niet is. Dan zie je in deze tabel links uh, een acute orgaandozen staan in gray. Dat hoort bij de formule die je hier ziet en in formulevorm nog even d is e gedeeld door m. Dus als je dat uitrekent, dan kom je aan gray's. En dat neemt niet in rekening dat sommige straling schadelijker is dan andere. Bijvoorbeeld, alfastraling straling is veel schadelijker. En dat wordt uitgegeven, uh, uh, uitgedrukt in de, de effectieve ja, uh, dosis, of de, de equivalente dosis, H. En dan zie je een WR staan, keer die D van net. Nou, die WR dat is een, een weegfactor voor radiation, voor de straling. Voor alfastraling straling is dat 20 en voor gamma 1. Vind je ook op deze pagina. Um, nou zijn er dus drie belangrijke soorten straling. Ten eerste alvestraling, straling dat bestaat uit helium-4-kernen. Beta-straling, dat kunnen elektronen of positronen zijn, Zelfde massa maar naar tegenovergestelde lading. Of dus gamma-straling, en dat zijn fotonen. Meestal heb je het bij gamma-straling over uh, fotonen met dus heel veel energie, maar het kunnen ook uh, rundige fotonen zijn of uh, UV-fotonen, die kunnen allemaal uh, stoffen ioniseren. Nou is de wisselwerking tussen deze deeltjes en materie is heel verschillend, want alfa-straling en beta-straling zijn deeltjes met massa. Die ioniseren uh, bepaalde stoffen en verliezen daarbij gaandeweg hun energie tot ze stilstaan. Dat kun je heel mooi zien in deze nevelvatopname. Die dikke uh, ja, lijntjes dat zijn sporen, condensatiesporen van heliumdeeltjes. Die ioniseren uh, een stof, er ontstaat condensatie van alcoholdamp. En een heel dik kort spoor zie je. Een soort vliegtuigsporen, zeg maar. Hetzelfde uh, werking zo ongeveer. Maar op een gegeven moment is het alfodeeltje uh, gestopt. Dan heeft hij al zijn energie afgegeven. Dus dan stopt het spoor. Daar, dat is dus de dracht. Zo'n deeltje heeft een bepaalde dracht. Komt niet verder dan dat. Nou, bij gammastraling werkt dat heel anders. Fotonen die uh, hebben een bepaalde kans om te wisselwerken. En als ze dat doen, dan geven ze al hun energie af. En dan is het gamma-foton weg. Of dat, dat doet het dus niet en dan gaat het gewoon recht door met de lichtsnelheid. Het kan dus niet stilstaan, want het beweegt altijd met de lichtsnelheid. En dan daar hoort dit plaatje bij. Je ziet dat alf al gestopt wordt door een velletje papier. Beta-straling door een dik boek komt er gewoon niet doorheen. Nou, en gammastraling, dat wordt verzwakt door nou, velpapier, nauwelijks het boek, dikke boek een beetje en door het beton wat meer. Maar je ziet het komt er nog steeds doorheen, maar het wordt zwakker. Dus een aantal fotonen is weg. Maar ieder van die fotonen heeft nog steeds dezelfde energie, dezelfde snelheid. Het zijn er alleen minder. Um, laten we eens even kijken waar die uh, straling vandaan komt. Er zijn kunstmatige bronnen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis een, um, een röntgenapparaat. Uh, maar er zijn ook natuurlijke bronnen. En die staan in Binnenstabel 25a. Dat zijn meestal dus stoffen die, uh, waarvan de kernen instabiel zijn. Die kunnen straling uitzenden. Hier zie je allerlei verschillende isotopen. Uh, wat is belangrijk om goed uh, te weten... Dat het atoomnummer is uniek voor elke stof. Dus waterstof is 1, helium is 2 enzovoort. Dat weet je wel van scheikunde. Nou, in de kern zitten niet alleen uh, protonen. Hè, dus het atoomnummer is het aantal protonen. Er zitten ook neutronen. Dat is het massagetaal. Dat is dus gelijk aan het aantal kerndeeltjes. En hier zie je bijvoorbeeld helium. Daar had ik het net over. Helium 4 is stabiel, want er is geen halveringstijd. Er wordt geen stralingsdeeltje uitgezonden. En um, hoe schrijf je dit nou op? Je schrijft de uh, afkorting van het isotoop, van het element moet ik zeggen, He. En boven, linksboven zet je het massagetal en linksonder het atoomnummer. Er is ook een uh, helium-3 of een helium-6, uh, steeds met atoomnummer 2, maar dus een ander massagetal. Laten we eens naar een voorbeeld kijken. Op dezezelfde pagina kun je koolstof 14 vinden. Daarvoor kun je deze vervalvergelijking opschrijven. Uh, in de tabel vind je dat het uh, koolstof 14 een elektron uitzendt, dus een beta plus, de, uh, sorry, een beta min deeltje moet ik zeggen. En uh, als je dat netjes opschrijft, dan kun je uh, de reactievergelijking kloppend maken door het massagetal links en rechts gelijk te laten zijn en het atoomnummer links en rechts. Nou, laten we naar, uh, nou, nou, nog eens een voorbeeld kijken. Uh, hier zie je uh, halveringstijden. Uh, let dus op dat het in seconden, dus minuten, uren, dagen of jaar is. Dat, dat wisselt, dus let op welke eenheid wordt gebruikt. Um, welke formules horen daar nou bij, bij die halveringstijd? Uh, deze is heel belangrijk. De activiteit van een stof is gelijk aan de natuurlijke logaritme 2, dat is gewoon een knopje op je rekenmachine, uh, gedeeld door de halveringstijd in seconden, keer het aantal kernen dat je dan hebt. Deze formule uh, drukt eigenlijk uit dat hoe meer stof je hebt, radioactieve stof. Hoe hoger de activiteit, hoe meer stralingsdeeltjes die stof gaat uitzenden. Um, dan is er nog een andere formule voor uh, die te maken heeft met halveringstijd. Hier zie je dus het exponentiële verband, dat na een bepaalde tijd, uh, dat is de halveringstijd, de helft van de kernen is vervallen. En hetzelfde geldt dan voor de activiteit. Dan is ook na diezelfde tijd de activiteit gehalveerd. Nou, de wiskunde is redelijk beperkt, die je uh, moet beheersen in dit domein. Maar wel belangrijk. Uh, het komt ook terug, namelijk die halveringstijd en die exponentiële verbanden. die gelden ook voor halveringsdikte. Hè. Dat, uh, dat zijn dezelfde soort uh, berekeningen. Um, nou, ik had dit plaatje al laten zien: dat uh, die gammastraling uh, verzwakt wordt. Uh, die, die mate van verzwakking vind je in BINAS-tabel uh, 28e, uh, dat zijn de halveringsdikte. Je zoekt de energie van het foton op, dus de deeltjes in de gammastraling. En dan zoek je de stof op. Ik heb hier water genomen en ik vind hier een halveringsdikte van 9,8 centimeter. Let op, dit zijn centimeters. Um, nou, daar hoort deze formule bij, dus de, de intensiteit is dan ook gehalveerd van die straling. Uh, zelde, je herkent dezelfde formule als de net voor halveringstijden. Dus ook de wiskunde hierbij is, is hetzelfde. Nou, het gaat allemaal over medische beeldvorming. Alle technieken vind je in wel 29. Je hoeft ze niet uit je hoofd te weten, maar zorg wel dat je snapt wat er staat en dat je de natuurkunde erachter uh, beheerst en kan uitleggen. Waar moet je in dit domein op letten? Vooral de notatie van isotopen en stralingsdeeltjes. Dus oefen dat goed, uh, zorg dat je dat op de juiste manier doet. Dan uh, zorg je ervoor dat je punten krijgt voor die notatie, uh, maar ook dat je. Vervalvergelijkingen kloppen en dat je op de juiste uh, isotopen elementen uitkomt. Let ook op de eenheden. Binas tabel 25 geeft dus die halveringstijd in secondes, minuten, uren, dagen, jaren. Uh, neem dat over. Als je deze formule gebruikt voor activiteit, reken dan de halveringstijd om naar secondes. Bij die andere formules hoeft dat niet, omdat je dan een tijd deelt door een halveringstijd als die eenheid maar hetzelfde is. Nou, in Binastabel 28F vind je de halveringsdikte in seconden. Ik zei het net al, uh, vergeet niet dat je dat soms moet omrekenen. Alleen alfa of beta straling wordt uitgezonden. Dus soms uh, is er een isotoop dat beide uh, stralingsdeeltjes kan uitzenden, maar hij zendt er maar één tegelijk uit. Dus het is een kansproces, of de een of de ander. Uh, gaan ze dus niet allebei opschrijven. Vaak wordt er ook tegelijkertijd. Gammastraling uitgezonden. Die mag je altijd bij je vervalvergelijking opschrijven. Sterker nog, als het om medische beeldvorming gaat, dan is dat gamma-foton vaak interessant, want dat wordt gebruikt voor de beeldvorming. Nou, oefen ook met het werken met een logaritme, daar heb ik zo nog een voorbeeld over. Nou, het werken met de logaritme komt veel voor in de domein, de log, dus daar leg ik apart nog iets over uit. Wat is de log? De log van 100 is 2, want 10 tot de macht 2 is 100. Dus de log. Zoekt eigenlijk de exponent bij een grondtal van 10 om het getal te krijgen waarmee je begon. Hier begon je met 100, wat is de, 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 de macht daarbij? Bij 10 is het dan 2. Is handig om te weten. Nou, 10 tot de macht is dus het omgekeerde van de log. Als je de log van iets neemt, kun je daar dan weer terug door 10 tot de macht dat antwoord te doen. Dat zie je daarboven. Um, daar is er een handige rekenregel met die log die je veel zult gebruiken en die vind je in binas tabel 36d. Dat is de volgende. Het is handig dat je hem kan terugvinden als je even niet meer weet hoe dat zat. Uh, a is eigenlijk het grondtal. Dat kiezen we meestal 10 en dan laten we het weg. Maar goed, a log u tot de macht v is gelijk aan v die macht keer a log u. Dus wat gebeurt er eigenlijk die tot de macht v komt naar voren. Daar ga je mee vermenigvuldigen. Nou, de log op je rekenmachine, uh, dat knopje log op je rekenmachine, is in feite wat je hier ziet. Hè, dus log van u tot de macht v. Dan, dan kun je dus deze regel gebruiken, want dan heb je een grondtal van 10. Dat wordt dan meestal weggelaten. Nou, een voorbeeld. Stel je voor, ik heb straling, uh, is nog over 20%. Uh, je begon met 100%. Ik heb een half tot de macht t gedeeld door 12. Dus de halveringstijd is 12. Eenheid heb ik even niet uh, weergegeven. Wat moet je eerst doen? Kijk naar het regeltje daarboven. Daar zie je, je neemt de log van een macht. He, dat is iets tot de macht, uh, zo en zoveel. Um, maar dat hebben we hier nog niet staan. Dus ik deel eerst door 100. Dan krijg ik 0,20 is een half tot de macht. Daar kan ik dan de log links en rechts van nemen. Dan komt die t gedeeld door 12 komt naar voren. En dan kan ik dat omwerken, want nu zijn het allemaal getalletjes geworden die je kunt vermenigvuldigen of delen. En dan vind je dus. Uh, het antwoord. Dus dat heb ik verder niet hier helemaal uitgewerkt. Nou, de eerste voorbeeldopgave gaat over uh, thallium-synthetografie. Uh, dat is een opgave uit het tweede tijdvak van 2016. Uh, stop de video, maak hem eerst even zelf en kijk dan naar mijn bespreking van het antwoord. Ik streep eerst altijd weer even aan wat er belangrijk is in deze tekst. Nou, het gaat om thallium-203. Dat wordt beschoten met een proton. Dat is waarmee je begint. En uit deze reactie, dus dat volgt eruit, ontstaat de isotoop lood 201. En dan is er radioactief verval van lood 201, dat is de volgende stap, daar begin je dan nou weer mee. En daaruit ontstaat dan talium 201. Geef van beide reacties de vergelijking. Je begint met uh, die eerste vergelijking. Begin dan even met dat talium 203. Dit is de notatie die daarbij hoort. Het wordt beschoten met een proton. Dit is de notatie voor een proton. En dan zie je dat we 204 kerndeeltjes hebben en 82 uh, ja, protonen eigenlijk. Dus het atoomnummer opgeteld is 82. Daar moet je dan ook mee eindigen. Schrijf dan eerst weer op waarmee, uh, uh, wat er ontstaat. Dat is dat lood 201. Uh, nou, je ziet al dat het atoomnummer 82 is. Dus dat klopt al. Maar uh, ik mis drie massa-eenheden. Uh, nou, dus ik zoek een deeltje dat uh, drie massa-eenheden heeft. En uh, ...geen lading eigenlijk, dus geen atoomnummer. Nou, uh, een deeltje met massa, maar geen lading, is een neutron. Uh, nou is het, dat is natuurlijk 1-0, dus een neutron is 1-0, zo schrijf je dat op... ...maar daar hebben we er dan 3 van en dan klopt het weer. Dit is de eerste vergelijking. De tweede vergelijking, daar begin je dus met LO-201... ...schrijf je dat weer op met de juiste notatie, er ontstaat talium... ...dit is de notatie voor talium en dan ga je de vergelijking kloppend maken. Nou, het massagetal klopt al, maar... Uh, je ziet dus dat er een uh, atoomnummer um, ontbreekt, eigenlijk. Uh, dus geen massa en wel een lading. Dat is een elektron. Dit zijn dan de tweede, uh, twee reactievergelijkingen. Je krijgt een punt voor uh, het begin van de eerste reactievergelijking: voor het feit dat je drie neutronen moet vinden. Uh, inzicht in dat beta-plus-verval wat, wat uh, waar hier sprake van is. En tot slot uh, kloppende reactievergelijkingen met uh, atoomnummers en massagetallen. Het kan dus zijn dat je een foutje maakt, maar zorg in ieder geval dat uh, het atoomnummer en het massagetal klopt. De vervolgvraag. Lees hem weer eerst zelf, maak hem en kijk dan weer verder. Nou, uh, leg uit waarom. Uh, alfa- en betstraling die worden door het lichaam geabsorbeerd, hè. dat heeft met die dracht te maken. Daar ontstaat dus schade van in het lichaam en uh, dat is ongewenst. Nou, je krijgt hier een punt voor het inzicht dat die uh, alfa- en beta wordt geabsorbeerd door het lichaam en dat daardoor schade ontstaat. Niet zo'n hele moeilijke vraag, maar het gaat echt om het inzicht van die absorptie door alfa- en beta -straling. Vraag 9 gaat dan over de massa van het tallium-201. Wat is uh, hier belangrijk? Je begint met een bekende activiteit van 56 megabekerel. En een halveringstijd van 3,04 dagen. Uh, dus je weet oh, activiteit en je weet een halveringstijd. En je moet naar een massa. Maar massa heeft natuurlijk te maken met hoeveel van die deeltjes je hebt. Je moet dus um, deze formule gaan gebruiken waarbij de activiteit evenredig is met het aantal deeltjes. Maar let op, de tijd moet in seconden. Die werk je om. Aantal deeltjes activiteit keer halveringstijd gedeeld door ln2. En als je dan alle getallen netjes invult, dan vind je dit aantal deeltjes. Dan ben je nog niet klaar. Je moet nu de massa van talium-201 weten, maar dat staat niet in BINAS. Bedenk dus dat uh, talium-201, die 201 is in feite het massagetal. En massagetal uh, betekent dat het bijbenadering uh, zoveel U is, hè, het atomaire uh, massa-eenheid. Uh, nou, dus die massa kun je dan invullen en dan um, kom je uit op. Uh, op deze massa. Uh, die ma massa eenheid vind je trouwens in binnenste wel 7. Die kun je daar vinden. Dat is 1,66 keer 10 tot de min 27 ste kilogram. Je krijgt een punt voor het toepassen van die formule voor activiteit. Um, en een punt voor uh, het inzicht dat tallium een massa heeft van 201 U. En het uh, completeren. Nou, deze vraag is heel lang. en gaat nog even door. Um, dat talling wordt ingespoten. Ik heb de tekst wat ingekort, dus dit leg ik even uit. Tally wordt ingespoten en het zendt gammafotonen uit. Die wordt door camera's rond je lichaam gedetecteerd. En uh, ja, als, uh, als het ergens veel uh, uitzendt, dan, uh, dan kan er daar een plaatje van gemaakt worden. Een soort, soort uh, 2D-doorsnede is het eigenlijk. Uh, en je ziet hier een foto van het hart en, uh, met inspanning en zonder inspanning. Uh, nou, lees verder de tekst zelf en maak dan deze opgave. Nou, je ziet dus uh, uit de plaatjes dat minder hechting van thallium-201 plaatsvindt bij inspanning. Ja, dus bij inspanning is er minder hechting, want er wordt een kleiner signaal gedetecteerd. Dus in, en in rust heb je geen sprake van een vernauwing, want daar is de activiteit overal groot. Dus uh, zonder inspanning geen vernauwing, met inspanning wel, dit is een tijdelijke vernauwing. Uh, en wat past het beste is diagnose 2. Een punt voor dat uh, inzicht dat die minder hechting uh, plaatsvindt. Uh, dat er een tijdelijke vernauwing is. En uh, een, uh, een, conclusie, een consequente conclusie. Nou, de laatste vraag. Dat is eigenlijk een combinatie van uh, dit domein en uh, elektromagnetische straling en materie. Uh, die heb ik even doorgestreept. Dus doe even alleen dat eerste liggende streepje. Merk overigens op. Dit wordt wel vaak gedaan in examenopgaven, twee van die opdrachten in één vraag. Dus zorg dat je allebei de liggende streepjes dan doet. Nou, wat is hier belangrijk? Uh, er komen fotonen vrij met een energie van 0,1 mega elektronvolt, En er is absorptie van gammastraling in lucht. Dus we hebben het over halveringsdikte. Nou, dan kun je vinden in binnenstabel 28F dat de uh, energie van 0,1. Mega-elektrovolt dat voor lucht aan halveringsdikte 3,7 keer 10 tot de derde centimeter is. Dat is behoorlijk veel. Dan heb je deze formule. Ik heb gedeeld door die i0. Dit geeft dus een soort verzwakking. En als je dan alles invult, dan zie je dat 99% overblijft. Er wordt dus maar 1% geabsorbeerd. En dat is heel weinig. Dus verwaarloosbaar. Je krijgt hier een punt voor de combinatie van het gebruik van de formule met de juiste halveringsdikte. Voor het completeren van de berekening en een conclusie. En merk dus op dat soms heb je nodig hoeveel straling er doorgelaten wordt. Dat komt uit deze berekening. Maar soms moet je dat terugrekenen of omrekenen naar hoeveel is er dan geabsorbeerd. Dus lees nog goed de vraag welke van de twee moet je nou hebben. Dan heb ik nog één opgave toegevoegd, die heet uitstralen. 2008 eerste tijdvak, toen had je nog twee soorten natuurkunde. Dit is natuurkunde 1. En ik heb deze erin gedaan omdat er een vraag in zit waarbij je moet, uh, die dosis moet gebruiken. En dan moet je dus uh, bedenken hoeveel deeltjes dat dan zijn. Uh, ik heb sommige vragen weggelaten, alleen twee die van belang zijn. Lees eerst deze tekst. Dit is een artikeltje. Uh, de belangrijke gegevens zal ik zo voor je overnemen. Nou, dit is dan de opgave. En de gegevens die je nodig had uit die tekst heb ik hier uh, opgenomen in de vraag. Maak hem eerst zelf en dan kijken we hem samen na. Nou, voor vraag 7 gaat het dus over een halveringstijd in feite. Kobalt um, 60 heeft een halveringstijd van 5,27 jaar. En dat kun je in deze formule invullen. Uh, dan is na 40 jaar dit nog het aantal, hè, de aantallen deeltjes. Dus je kunt dan kijken hoeveel, uh, hoeveelste deel dat dan is. Ik heb de getallen ingevuld. Dat is 5,19 keer 10 tot de min derde. Nou... Is dat 1,250ste? Het is handig om het in dezelfde vorm te schrijven, want als je dat uitrekent, is dit gelijk aan 1 gedeeld door 193 keer het aantal deeltjes dat je had. Nou, dan is, dat is er dus meer over dan die 1,250ste deel uit het artikel. Dus de conclusie is: let op, vergeet niet om een conclusie te geven. De uitspraak is niet juist. Nou, voor de tweede vraag moet je eerst een oppervlakte schatten, dat staat al in de opgave. Doe dat soort dingen altijd eerst. Dan heb je dat gedaan en dat levert altijd punt op. Je mag ervan uitgaan dat die man ongeveer 1,80 is en nou ja, 40 centimeter breed over ze, gemiddeld over zijn hele lichaam. Dan kom ik op 0,7 vierkante meter. Wat meer, wat minder, dat mag allemaal. Um, in de opgave gaat het over vierkante centimeters. Dus ik heb het omgerekend naar vierkante centimeters. En uh, dan wil je weten hoeveel deeltjes hij absorbeert. Nou ja, uh, hij staat er een minuut. Dat is 60 seconden. 4 gamma deeltjes per seconde per vierkante centimeter. Dit is het aantal vierkante centimeter oppervlak van die man. Dan moet je ook mee vermenigvuldigen en dan kom ik op 1,7 keer 10 tot de zesde. Um, nou, hoeveel energie is dat dan geabsorbeerd? Ja, dit is even belangrijk. We gaan er nu vanuit dat al die gamma fotonen door hem worden geabsorbeerd. Dan moet je dus nog vermenigvuldigen met de energie van één gamma foton. Maar je weet, gamma fotonen hebben ook een kans om gewoon door je lichaam te gaan. Dus wat je hier aan het doen bent, is een soort bovengrens uh, berekenen. Nou, je moet dus uitleggen of de uh, dosis, uh, of de, 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 de totale dosis wordt overschreden, de norm. Uh, en als, als je met, met de slechtste aannames, hij absorbeert alles, uh, op een dosis komt die lager is dan wat de norm is, dan zit je dus zeker veilig. Maar wees je er bewust van dat we dus aannemen, we absorberen alles. Um, nou, als je dat dan invult in de formule voor de uh, equivalente dosis, dus in sievert, uh, dan moet je er rekening houden met de weegfactor voor de straling. Die is 1 voor gamma fotonen. Um, en dan kom je op 3,2 keer 10 tot de min 9e sievert. Dat is veel minder dan de 1 uh, millisievert per jaar. Uh, nou, hij staat natuurlijk maar heel kort. Um, dus het, hij wordt niet overschreden. Het is veilig uh, om, de, om hier te staan. Nou, voor vraag 7 krijg je een punt voor weer de combinatie van de halveringstijd en het gebruik van de formule. Um, het completeren van de berekening en een conclusie trekken. En bij vraag 9 het schatten van de oppervlakte binnen uh, redelijke grenzen. Het uitrekenen van het aantal de deeltjes die die absorbeert. Het omrekenen van elektronvolt naar joule. completeren van de berekening en dan nog een conclusie. Nou, dit was de examentraining uh, medische beeldvorming. Ik hoop dat je de examentraining geslaagd vond. Heel veel succes op je examen.